Hallo en welkom bij deze nieuwe video en we beginnen meteen met de eerste hint. Als we kijken naar het verschil tussen hoe de groepsfoto's zijn genomen bij aflevering 1 tot aflevering 3, dan zien we dat Nikki haar hoofd van beneden naar boven beweegt tijdens het maken van de foto. Net zoals een mol ook doet, van ondergrond naar boven. De eerste opdracht heette Sleutelbos, waarin de kandidaten zichzelf moesten losmaken met behulp van een grote sleutelbos. Daarna moesten ze geld uit de kokers aan elkaar geven en ervoor zorgen dat iedereen zijn eigen geld had. Daarbij heb ik de volgende hints gevonden. Allereerst een hint van de volger, namelijk Quinten van Abelen. Hij zegt dat Tycho in opdracht 1 de sleutelpositie had, want hij kon natuurlijk naar iedereen lopen. Dit zou heel handig zijn als mol, want dan kun je makkelijk geld wegstoppen in je zak. Dit vond ik een hele goede hint, aangezien er werd benadrukt door Wie is de Mol zelf, dat er veel sleutelposities in deze aflevering zou zijn. Arak, Peggy Arak, ik stond in het midden. Dus ik kon naar iedereen toe om de losse ketting. Heerlijk, en ik kon ook alles zien. Dan heb ik nog een tweede hint die ook naar Tycho leidt als mol. Tycho deed namelijk wederom weer zijn bekende peace-tekens. Dit kan nu natuurlijk ook leiden naar 2020, want hij doet 2 peace-tekens. Hij doet het namelijk ook nog later in de aflevering bij opdracht 3. Ook was in deze opdracht Peggy verdacht, aangezien zij in het begin van deze opdracht al 4 sleutels in haar handen had. Heeft zij toevallig van de regie meegekregen dat die 4 sleutels ook daadwerkelijk de juiste sleutels zijn? De tweede opdracht heette Min of Meer, waarin de kandidaten eerst 2000 euro kregen en daarna pas de opdracht moesten doen. Het was de bedoeling dat er luiken van min 200 euro open gedaan werden, waardoor het minbedrag verdween en het in een plusbedrag veranderde. Daarbij heb ik meteen een eerste hint naar Patrick, want als we goed gaan kijken bij dit fragmentje wat je nu kunt zien, dan zien we dat als Patrick en Peggy weglopen, 1 deurtje van het luik dicht gaat. Ik zelf denk dat Patrick hem stiekem iets heeft meegenomen toen hij wegliep. Ook heb ik in deze opdracht ook nog een anti-mol actie van Patrick. Hij pakte namelijk in dit fragmentje een bezem, zodat het luik sneller en makkelijker open kan. Een mol zou nooit snel even 200 euro willen verdienen. Wat ik daarna wel verdacht vind van Patrick, dat is dat wanneer hij gaat zoeken naar jokers of andere troeven, dat hij wel heel erg probeert te acteren. Tenminste, dat zie ik eruit. Ik weet niet wat jullie eruit zien. Maar het was nogal een beetje verdacht. Dan heb ik nog een hint naar Peggy. Als Peggy in haar interview zegt dat ze het onbeleefd vindt om bij andere mensen aan te bellen en gewoon naar binnen te lopen, dan lijkt het net alsof ze in plaats van modderpoten, mollepoten zegt. Luister maar. Het is ook heel ongemakkelijk om aan te bellen bij mensen die je helemaal niet kent. En dan vervolgens met je modderpoten en je natte kleren zo. Modderpoten. En dan komen we bij opdracht 3 uit. Fortuin. Bij deze opdracht waren er verschillende deelopdrachtjes waarin de kandidaten schilden konden verdienen, waarmee ze die later met pijl en boog moesten beschieten voor geld in de pot. Bij deze opdracht viel het op dat Tycho in zijn interview een Omega teken op zijn shirt droeg. Omega staat voor einde of voor laatste. Is het een hint naar Tycho dat hij tot het einde in het spel zit en dus misschien wel de mol is? De test en executie was dit keer extra spannend omdat de kandidaten om de beurt de kamer moesten verlaten, zonder enige kennis wie er uit het spel zou liggen. Als eerste doen we even de verdenkingen van wat de kandidaten over elkaar dachten. Dan zien we dat uiteindelijk helaas Horus het spel moest verlaten. Hij zat op Ellie, Patrick en Peggy. Dit zegt natuurlijk niet zo heel veel, want het kan natuurlijk zijn dat hij een andere vraag toch nog verkeerd heeft ingevuld.
En dan zitten we helaas nog met een hele super spannende cliffhanger. Want wat gaat er gebeuren volgende week? Aan het einde zien we namelijk dat de busjes ook allemaal een andere kant op rijden. Raad mee in de comments en wie weet. Ik zie jullie bij de volgende video weer. Vriendelijke morgengroetjes en tot volgende week.